lekkere parel. Welkom bij Lottes Hotline. Bel 0900 voor 1. Moeilijk hard gemotorboten worden. 2. De beste befbeurt van je leven. Of 3. Ik bleef hangen bij 2. Sorry, ik kom niet verder dan dat. Grappig natuurlijk. Het is Lotte. Het is Lotte van Eijk. Dat wist je natuurlijk al lang. Maar nee, schat. We gaan het vandaag over seks hebben. Ja, mijn meest favoriete onderwerp in de hele wereld. We gaan het over hebben. Ja, ik vond het tijd. Ja, en hoezo zou je afvragen? Nou, schat, er heerst zoveel taboe rondom seks. En dat weten we allemaal. Het is allemaal wel een onderdeel van ons leven of een onderdeel geweest. Alleen, iedereen houdt zijn bek daarover. Ja, en ik word daar toch moeilijk chagrijnig van. Omdat het is zoiets leuks. Het kan zoiets leuks zijn. Het kan zoiets moois en fijns en goeds. En je kan er zelfverzekerd van worden. Je kan er whatever. It can do a lot for you. En schat, ik wil dat. Ik wil dat voor jou. Ja? Je bent toch, hè, meid? Ik wil gewoon dat jij goed gebeft door het leven heen gaat. Ja! Ik wil de vrolijke kopje zien. Hè? Helemaal lekker stralend door het leven. Omdat jij gewoon goed geneukt wordt. Ja, ik ga het gewoon zeggen. Daar worden we allemaal blij van. Hè? Als je niet aseksueel bent, uiteraard. Anders dan lekker vooral niet doen. Seks. Er wordt niet veel over gepraat. Althans, binnen mijn vriendengroepen wel. Misschien binnen jouw vriendengroep ook. I don't know. Maar er zijn ook heel veel mensen die het er niet over hebben. En misschien heb je het er wel heel veel over. Maar ja, gaat het toch altijd nog maar één bepaalde kant op. En nou, dadelijk ga ik even wat meer uitleg geven wat ik daarmee bedoel. Maar dit begint natuurlijk al op de middelbare school. Ja, we hebben allemaal misschien wel seksuele voorlichting gehad. Maar schat, bij mij was dat letterlijk. Die vrouw zette zo een banaan op die tafel. Een condoom. Ze zeggen, hou het puntje vast, rond eroverheen en you're good to go. Nou, Els, dacht ik bij mij ga. Als dit het is, laat maar. Ja, als dit het is, ik ga er niet aan beginnen. Hoe saai is dit? Wat gebeurt hier? Het enige wat ze vertellen is hoe je niet zwanger wordt. Schat, dat is niet seks. Dat is hoe je niet zwanger wordt. Noem het dan ook, in plaats van seksuele voorlichting, hoe je niet zwanger wordt voorlichting. Ja, dat zou veel duidelijker zijn. Maar niemand praat met je over je seksuele oriëntatie, over consent, over hoe seks hoort te voelen, dat het iets fijns hoort te zijn en dat het geëerd hoort te worden en dat je je prettig erbij hoort te voelen. Er wordt over heel veel dingen niet gepraat. Dus schat, zie mij eventjes als jouw seksuele voorlichter deze aflevering. Ik heb niet een spicy brilletje op, maar doe even alsof ik hem wel op heb. Want omdat er niet over gepraat wordt, ontstaan er bepaalde dingen. Nou, wat gebeurt er als je ergens niet over praat? Dan ontstaat er een soort, er ontstaan geheimen, misinformatie, taboes. Nou, en dan ga je dus voor de eerste keer misschien seks hebben met jezelf. En dat zijn dingen die heel natuurlijk gaan, toch? Je gaat gewoon voelen, je gaat een beetje kijken, hoe, wat, waar. En als je nou zit te luisteren, je hebt nog nooit met je eigen vingers in je eigen broek gezeten, schat. Ga dat even lekker gezellig doen. Geloof mij, je voelt je 10 keer beter daarna, ja? Neem alle gekheid op een stokkie. Het is heel goed om te beginnen bij jezelf, zoals met alles, ja? Seks is iets wat behoeftes kan vervullen. Seks is iets wat je kan zorgen voor mentaal gezondere staat. Het zijn dingen die kunnen zorgen voor ontspanning, voor release. Dat gewoon even de druk van de ketel is. Het zijn heel veel verschillende dingen. Het kan heel veel betekenen. Alleen, we krijgen nu 1 narratief in de wereld van wat seks is. En dat is in onze wereld dominant hetero. Ja, heteroseks. Dit is een soort standaard seksplaatje van, hè, de witte man, de witte vrouw, witte cisman, witte cisvrouw, penetratieseks. En op een magische manier komt iedere vrouw in iedere film daar helemaal van klaar, binnen 2 tellen. En dan denk je, oké. Ja. En dan heb je misschien zelf al seks gehad en dan denk je, nou sorry, maar ik kom hier niet van klaar. Van 2 minuten penetratieseks. Ik weet niet hoe deze vrouwen dit doen, maar it's not me. En ik denk dat je daardoor dus moet beseffen dat dit dus een hele onrealistische representatie is van wat seks is. Ja? Alleen als jij niet praat over seks, als er niet binnen jouw gezin vroeg over gepraat is, als je er op school niet over kon praten, als je er met je vrienden niet over kon praten, dan is dit dus wel iets wat jij als waarheid aanneemt. Toch, die films, hoe het daar gaat, hoe het daar moet zijn. De lichamen die daar aanwezig zijn. Whatever, hoe het gaat. Ja, steamy en geolied. En dat gaat allemaal, hè, vanzelf en natuurlijk. En dit, dat, zus, zo. Terwijl in de realiteit, schat, gaat het er heel anders aan toe. Ja? De eerste keren zijn sowieso pleuris ongemakkelijk. Want je hebt geen idee wat de fuck je aan het doen bent. Ja? Het is gewoon 1 grote ontdekkingsreis. En zoals met alles wat ik echt, volgens mij bijna in iedere aflevering zeg, praten. Communicatie. Heb het erover. Oké, welkom dus bij de seksuele voorlichting van Lotte van Eijk.
Bij deze wil ik je vertellen dat seks een ontdekkingsreis is. Ja? En we gaan beginnen met wat basisregels of wat basisdingen die ik heel graag had willen weten toen ik tiener was. Ja, ik had dit heel graag willen weten voordat ik ging beginnen met mijn seksuele reis. Laat ik het even zo noemen. 1. Consent is het allerbelangrijkst. Ja? Consent betekent dat alle twee de partijen, of 3 of 4 of 5, whatever floats your boat, ermee instemmen dat er seks plaats gaat vinden of seksuele handelingen. Ja? Maar nu wil ik nog iets heel erg goed benadrukken. En dat is, als jij consent hebt gegeven om seks te hebben met iemand, maar na 5 minuten, 10 minuten, een half uur denk jij, nee, I'm not feeling it anymore. Ik heb eigenlijk helemaal geen zin meer in. Of ik voel me eigenlijk niet zo prettig. Dan zeg je, oké, klaar. Nee is nee. En je partner, je seksuele partner, de persoon waar jij seks mee hebt, moet dat accepteren. Daar is geen onderhandeling in. Ja? Dus als iemand jou overhaalt om alsnog door te seksen, red flag. Red fucking flag, bitch. Nee. Iemand wil zeggen, oké, schat, is helemaal goed, geen probleem. Dan gaan we lekker stoppen. Wil je wel nog knuffelen of heb je daar ook geen behoefte aan? Nee of ja, allemaal prima. Dat ten eerste. Dat wil ik echt, schat. En als je hier nog nooit bij stilgestaan hebt, wil ik dat je dit nou op ergens op gaat schrijven. Maakt me niet uit, op je klauw, op je voorhoofd. I don't fucking care. Schrijf het op, want dit is echt het allerbelangrijkste. Ja, en dat zouden je eigenlijk meteen moeten leren bij seksuele voorlichting op de middelbare school. Consent. Dan ten tweede. Seks is niet alleen maar penetratieseks. Ja. Ik zit in een queer relatie. Ik ben queer. En door in een queer relatie te zitten en queer seks te hebben, ga je seks sowieso op een heel andere manier zien. Want in onze wereld wordt het heteronarratief door onze strot gedouwd op iedere hoek van de straat. Ja, we zien alleen maar hetero cis mensen seks met elkaar hebben in films, in whatever. Nou, overal waar je het maar kan zien. Maar penetratieseks is niet, dat is niet de enige seks die er is. Ja, seks is wat jij definieert dat het is. Is dat voor jou tegenover elkaar zitten, compleet naakt en elkaar aanstaren? That's seks. Ja, is het gewoon elkaars oren strelen? Weet ik veel, een beetje aan iemands elleboog likken. Whatever floats your boat. Zeg maar, seks is wat jij definieert dat seks is, ja. Een bathbird, een pijpbird, noem het maar op. Het is allemaal seks, ja. En wat ik nog meer heel belangrijk vind, is dat je je eigen behoeftes uitspreekt. Dat is het derde. Dat je communiceert. Dat is zo belangrijk. Communicatie binnen de seks. En omdat we dus dat plaatje van online en van films en whatever meekrijgen, dat er wordt geen woord gezegd. En het is allemaal, oh, we draaien om en we draaien het volgende standje. En we doen, hup, flikflak, en we doen dit en we doen dat. Schat, dat is gewoon niet wat er gebeurt. Ja, je voelt niet, ook zeker als je geen langere relatie met iemand hebt, dan voel je elkaar niet altijd aan. Dat is gewoon hoe dat kan lopen. Nou, en dan is het heel makkelijk. Je hebt een bek, dus je kan gewoon woorden zeggen. Dan zeg je, nou schat, ik heb nou zin om lekker, weet ik veel, in dit standje te gaan. Of dat te doen, of dit te doen. Of zullen we even verplaatsen naar de woonkamer? Of zullen we verplaatsen naar de keuken? Ik zeg maar wat, je mag praten tijdens seks. En ik had zo gewild dat iemand dit mij verteld had toen ik 16 was. Je mag praten tijdens seks. Ik dacht altijd, ik mag niks zeggen. Ik moet mijn bek houden. Want anders verpest ik het moment. What the fuck, wat verpest je het moment? Als jij je niet meer lekker voelt en jij iets aan het doen met wat je niet wil, dat verpest het moment. Ja? En dat, ja, nee, dan word ik streng, hè? Je hoort het aan mijn stem. Dat moet jij in je oren knopen, schat. Het enige wat een moment verpest, is als jij je onveilig voelt en het niet meer naar je zin hebt. Dat is wanneer seks verpest wordt. Niet om een condoom aan te trekken, niet om te praten, niet om nee te zeggen, niet om wat te communiceren. Dat heeft er niks mee te maken. En mensen die je vertellen dat dat wel zo is, red flag. Red flag, daar is de deur, leave. Ja, je hoort je veilig te voelen, je hoort je ontspannen te voelen, je hoort je gehoord te voelen tijdens de seks. Dat is super belangrijk, oké? En ik hoor die telefoon alweer trillen, dus volgens mij hebben wij gewoon een voicemailtje klaarstaan. De vraag luidt, wat als jij geen onwijze behoefte hebt aan penetratie, maar hij dat toch graag wil? Schat, ik denk dat wij allemaal, collectief, iedereen die hebt lopen te zitten te luisteren naar dit verhaal, dat we allemaal weten wat het antwoord op deze vraag is, of niet? Ja. Gaat deze persoon over de grens heen van de andere persoon? Ja. Want persoon A geeft aan, ik heb geen zin in penetratieseks. En persoon B dringt daar dan toch op aan. Nou schat, we hebben hier een doos met tissues. Heel veel plezier in de badkamer. Ja, heel gauw wegwezen nou. Schat,
En zeg maar, op zulke momenten als iemand dat wel wil en jij wilt dat niet, maak het bespreekbaar. Zeg meteen, nee, ik heb hier geen zin in. En als iemand daar overheen gaat, dan gaat hij over je grens heen. Ja, en schat, dan moet je een hartig woordje gaan voeren met iemand. Een hartig gesprekje gaan voeren. Want dat gaat nergens over. Ja, en dat hoort niet. Iemand hoort daar niet overheen te gaan. En stel, iemand heeft wel heel erg zin om te seksen. Want dan is het... Oké, laat ik het even anders uitleggen. Even naar mij en mijn partner. Soms heb je gewoon zin om klaar te komen. Soms wil je gewoon even de druk van de ketel. Alleen we moeten wel beseffen dat cis-het mannen, dus cis-hetero mannen, heel erg aangeleerd hebben gekregen, ook door media, dat hun behoeftes ten alle tijden bevredigd horen te worden. Ja, maar dat is niet zo. En als vrouwen leren we aan dat wij die behoeften altijd maar moeten bevredigen, ook al hebben we daar geen zin in. Nou schat, ik ben hier om jou te vertellen, nee. Nee, jij bent helemaal niet hier om geen enkele behoefte te bevredigen van enige boerenlul die rondloopt. Nee. Ja? Nee, excuse my French, maar nee. Daar ben jij niet voor gemaakt. Dus dan kan je ook aan je partner vragen, heb jij gewoon zin om klaar te komen? Of heb je zin om mij van binnen te voelen? Wat is hier aan de hand? Kijk, ja, sorry, als iemand de tweede zegt, ja, dan ben ik om. Maar nee, even serieus. Als iemand gewoon zin heeft om klaar te komen, dan zijn er andere manieren. Ja, waardoor er niet per se penetratieseks hoeft plaats te vinden. Zeg maar, er zijn verschillende manieren om dit te navigeren. Alleen als iemand erop aandringt om wel penetratieseks te hebben, terwijl je daar geen zin in hebt, dan gaat iemand over je grens heen. Ja, en schat, wat ik al zei, ga even een gesprekje voeren. Even een gesprekje, want dan gaat het even niet goed. Ja? Oké, maar ik ga je nu natuurlijk ook niet weg laten gaan zonder tippie. Nee, dat doe ik niet. En kijk, mijn tip is misschien voor de hand liggend voor sommige mensen, maar dat kan me geen reet schelen. Ja, wat jij ervan vindt. Nee, is dit mijn podcast of jouw podcast? Ja, die van mij, dat bedoel ik. Dus de tip is sex education. Sommige mensen kennen die show misschien al, sommige mensen niet. Als je hem al gekeken hebt, kijk hem gewoon lekker nog een keer, joh schat. Hoe gezellig. Je ziet altijd nieuwe dingen. En je leert misschien met de informatie die je in deze podcast gehoord hebt, weer nieuwe dingen. En voor de mensen die deze serie nog nooit gezien hebben. Het is zo'n leuke serie. Alles wordt erin besproken. Echt alles, voor mijn gevoel. En ja, je voelt je er gewoon minder raar door. Omdat het besproken wordt. En ik denk dat dat super belangrijk is. Dus onthoud, lieve meiden, lieve binkies, lieve parels. Consent is super belangrijk. Spreek je behoeftes uit. En communicatie. Het is een ontdekkingsreis. Ga er lekker voor. En geniet ervan. Klaar kom ze, zou ik zeggen. Cheers!